zijn de eerste gameplaybeelden van F1 23. De game dropt op 16 juni voor de PlayStation, Xbox en PC. Met de nieuwe banen van Las Vegas en Qatar. De Breaking Point, oftewel Story Mode, is terug. Rode vlaggen en er is ook het vernieuwde F1 World. Een soort van hub waar alle spelmodi samenkomen, zoals Time Trial Grand Prix. Maar daar kan je ook uitdagingen voltooien voor upgrades voor bijvoorbeeld je auto en dat soort dingen. Daarnaast zeggen de makers dat de besturing flink is aangepakt en zou nu nog realistischer moeten aanvallen dan de versie van afgelopen jaar. Nou, op de hoogte blijven met alles rondom deze game. Volg dit kanaal.